Dit is nieuwsuitzending nummer 187. En die wordt heel kort. Het is een heel mooi bericht. Ik wist helemaal niet dat dit gebeurd was. Ik loop dus op zekere manier achter de feiten aan. Maar dit is dus gebeurd. Kijken of ik het kan uitvergroten. Of dit goed in beeld is. Oh, fokken die fok. Hier gaat het om. Allemaal beelden erbij. Ik lees het even voor en daarna ga ik het even bespreken. De titel is Homostel zwaar mishandeld met betonschaar in Arnhem. Geplaatst op 2 april 2017 om 10 minuten voor 6. En voor het laatst bijgewerkt op dezelfde dag om 2 minuten later. Ja. Dat kan dus. Arnhem. Ik lees weer voor. De politie zoekt getuigen na een ernstige mishandeling op de Nelson Mandela brug in Arnhem. Twee mannen van 31 en 35 raakten daarbij gewond. Agenten hebben inmiddels 2 verdachten aangehouden, maar daarmee zijn nog niet alle verdachten opgespoord. Telefoonscherm toont meldnummer 0900 8844. De mannen liepen rond, dus dat zijn de slachtoffers. De mannen liepen rond 4 uur 's nachts hand in hand over de Nelson Mandela brug toen een groep van 6 tot 8 jongeren voorbij kwam fietsen. Volgens de slachtoffers begonnen de jongens te schelden omdat zij hand in hand liepen, waarna er een woordenwisseling ontstond. Vervolgens zijn de mannen mishandeld door de jongens. Daarbij zou een betonschaar gebruikt zijn. Beide mannen zijn licht gewond geraakt. 1 van hen raakte zijn tanden kwijt. Volgend hoofdstukje. Kopje. Wie kan de politie helpen? Vraagteken. Ja, ik lees weer voor. Meteen na de melding zijn agenten op zoek gegaan naar de daders. 2 verdachten van 14 en 20 jaar zijn aangehouden. De eerste komt uit Arnhem en de ander uit Gennep. De politie heeft nu 3 vragen. Wie was er afgelopen nacht rond 4 uur in de buurt van de Nelson Mandela brug en heeft iets gezien dat hiermee te maken kan hebben? Tweede vraag. Wie heeft informatie over de groep jongeren? Volgens de slachtoffers zijn de jongens tussen de 14 en 20 jaar oud en zijn ze licht getint. Derde vraag. Wie heeft er camerabeelden uit deze omgeving waarop deze groep mogelijk te zien is? Het kan zijn dat de jongens te zien zijn op beelden die net voor 4 uur zijn gemaakt in Arnhem-Noord. Maar het kan ook zijn dat er beelden zijn in Arnhem-Zuid, tussen haakjes Malburgen, die kunnen helpen bij dit onderzoek. Heeft u informatie hierover? Deel dit nu met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier op deze site. Roze in blauw is het laatste kopje en dan ga je het helemaal afpissen. Hè? Roze in blauw. De politie ondersteunt de slachtoffers. Ze hebben inmiddels aangifte kunnen doen, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de slachtoffers vanwege hun geaardheid uitgescholden en mishandeld zijn. Ondersteunt de politie ook vanuit het netwerk Roze in Blauw. Even kijken hoor.
Ja, ik begrijp de zin even niet. Erg ingewikkelde zin. Dit netwerk is aanspreekpunt voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Oftewel, tussen haakjes, LHBT binnen en buiten de politie. Lees hier meer. Kan je hier op klikken? Nee. Kan je niet op klikken? Oké. Okay. Lees hier meer over hoe deze politiemensen. Lees hier meer over hoe deze politiemensen ondersteunen in dit soort zaken. Deze politiemensen. Wie zijn deze politiemensen? Lees hier meer over hoe politiemensen ondersteunen in dit soort zaken. Dus deze had gewoon, dat woord deze bedoel ik dan even. Dat had al weggekund. Overbodige paginavullingen. Nou, nu gaan we dit stukje eventjes fileren. Zoals je ook een vis kan fileren of een hert, zoals een konijn. De titel is Homostel zwaar mishandeld met betonschaar in Arnhem. En het was om 4 uur 's nachts. 4 uur in de buurt van de Nelson Mandela brug. Je weet ook niet eens waar het is, hè? Maar goed. En die homo's die zijn mishandeld met een betonschaar. En nu moeten jullie eventjes ontzettend goed je computer aan gaan zetten. Gewoon even zo extra dinges erin. Wat doe je om 4 uur 's nachts met een betonschaar op de Nelson Mandela brug? Ik geef jullie even 10 seconden om erover na te denken. Terwijl ik mijn bier open doe. Want ik ben zo ontzettend intelligent. Ik kan gewoon doorsuipen. Ja, ik weet het wel. Ik snap hem al van tevoren. Dit is fake nieuws. Dit is onzin. Een stelletje jongens, die hadden een betonschaar bij zich. En die zagen twee homo's aankomen lopen. En wat ze gedaan hebben, ze hebben met die betonschaar hebben ze van één van de twee homo's, dus kennelijk, alle tanden eruit geracht. Hè? Want dat staat hier. Even met me meeleven. Beide mannen zijn licht gewond geraakt. En één van hen raakte zijn tanden kwijt. Ja, nu ben je dus mij kwijt. Jij stomme reporter die dat hier geschreven heeft. Noem je dat licht gewond? Dat je al je tanden kwijt bent? Nou, dat is mooi zeg. De vraag is en blijft. Wat deden die twee verdachten van 14 en 20 jaar. Wat deden die op de Nelson Mandela brug met een betonschaar? Dat kan helemaal niet. Of het kan wel. Dat er dus inderdaad van die, dat het dus Mohammedanen zijn, want het ging hier om licht getint. Echt ontzettend, hier staat het licht getint. Zou kunnen. Maar dat is Mohammedanen van die mokro's, zou ik wel eens zeggen. Dat is hun geuzennaam. Hè? Dat je van die mokro's hebt en die gaan op de Nelson Mandela brug staan met een betonschaar. Om homostellen te belagen. Een reden te meer om, je moet zonder meer met je tengels van andere mensen afblijven. Dus ook van vrouwen.
bij vrouwen nog iets van, ja, het is een vrouw. Zij was maar een vrouw. In het wit en het rood. Ja. Zij was maar een vrouw. En nu is zij groot. Ja, kijk, dat kan nog. En die mannen en die andere mannen zitten. Ja. En hebben ze kennelijk hebben van die homo's over de brug gelopen. Ik denk dat het zo in elkaar zat. Of het kan ook gewoon een scam zijn, hoor. Ik weet het echt niet. Maar hier klopt iets niet aan. Dit is berichtgeving van Lik Me Vestje. Want hier staat dus dat twee verdachten van 14 en 20 jaar zijn aangehouden. Ja? En dan staat hier, volgens de slachtoffers zijn de jongens tussen de 14 en 20 jaar oud. Ja. Ben ik nou gek? Of zijn jullie zo dom? Twee verdachten van 14 en 20 jaar zijn aangehouden. En volgens de slachtoffers waren de jongens tussen de 14 en 20 jaar oud. Maar hoeveel dan? Want hier staat dat er nog meer... Even kijken hoor. Kijk, maar daarmee zijn nog niet alle verdachten opgespoord. Dus waar hebben we het over? Deze mensen die bij deze krant werken, dat is de Gelre Nieuws of zo, .nl. Die hoeven niet op Nederlandse les, behalve dat ze wel moeten leren dat je in het Nederlands in de regel gewoon de waarheid spreekt. En niet een rookgordijn gaat opgooien. Het is gewoon niet vriendelijk op zijn Nederlands. Dus wat is hier aan de hand? Stel het was echt waar. Stel het is gewoon waar. Er liepen gewoon twee homo's. Die liepen over de Nelson Mandela brug. Ik zal hem er even bij pakken. Nelson Mandela. Joppa. En dan nog Google Maps. Even wachten hoor. Een seconde. Hier hebben we het over. Dit is vlakbij waar ik woon. Ik woon namelijk daar ook. Hier, bij de bushalte. Zie je de bushalt hier? En dit is die brug. Dus er is een, ja, kan je hier dus, hier heb je een trap omhoog. En dan kan je inderdaad gaan lopen. Dat gaat allemaal goed. En hier zit trouwens een, dat kan je niet zien, maar hier kan je dus gewoon keihard omlaag. Dan moet je wel oppassen, dat je niet op je billen valt. En dan kan je dus daar kan je gaan vissen. En daar ook. En daar kun je ook vissen. Je kan echt overal vissen hier. Daar heb ik ook gevist. Ik in mijn eentje dan. En mijn dochter die was aan het hollen. Maar wat is hier aan de hand geweest dan? Wat doe je om 4 uur 's nachts met een betonschaar op de Nelson Mandela brug? Ik heb het dus een keer gelopen op een zondagmiddag om 1 uurtje of 3 met mijn kind. En zij ging dus, ging ze hier ergens geineren. En ik ging vissen. Dat was een reden om die brug over te lopen. Met een iets. Met een hengel in mijn geval. En waarom loop je met een betonschaar over de Mandela-brug? Om 4 uur 's nachts. Doordenk het, ja. Kan ook gaan zeuren over Auschwitz of 9-11 of 7-7. Of, ja.
En al die andere vrolijke berichten. Ik vraag het maar gewoon even. En dat die man zijn tanden is kwijtgeraakt, nou, dat lijkt mij geen, wat zeg je, niet licht of zo. Hè? Wacht even, zo even de geschiedenis even terug. Kijk wat de politie hier zoekt. De politie zoekt getuigen na een ernstige mishandeling op de Nelson Mandela brug in Arnhem. Twee mannen van 31 en 35 raakten daarbij gewond. Agenten hebben inmiddels twee verdachten aangehouden, maar daarbij zijn nog niet alle verdachten opgespoord. Oké, dus hoeveel verdachten hebben ze dan eigenlijk? En niet alles, maar ja... Ja, we hebben er twee, maar dat zijn ze niet allemaal. Ja, maar hoeveel verdachten heb je dan? Ja. En dit is weer hetzelfde. Even kijken hoor. De politie heeft nu drie vragen. Ja, dit is hetzelfde bericht. Wat was hier nou aan de hand? Arnhem Direct heb je ook nog. Even kijken wat hier staat. Mishandeling met betonschaar. Ja, geweldig. In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee mannen ernstig mishandeld op de Nelson Mandela brug. De mannen van 31 en 35 raakten bij die mishandeling ernstig gewond. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. Twee verdachten zijn in verband met die mishandeling aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar meerdere betrokkenen. Bij een wandeling hand in hand na een feestje in de binnenstad. Oh, dit is wel nieuw zeg. Dat is Arnhem Direct. Dus die jongens kwamen uit de binnenstad. Dus dat weten we nu ook. Dat ze kwamen van het noorden naar het zuiden. Zijn de mannen om 4 uur 's nachts belaagd door een groep van 6 tot 8. Dat weten ze ook niet eens zeker dus. Hè? 6 tot 8 voorbij fietsende jongeren. Die door de politie worden gekenschetst als licht getint. Maar door de slachtoffers worden aangeduid als Marokkanen. Wat moet je nou hiermee? Dat is voor een berichtgeving. Waren het wel Marokkanen of waren het Afghanen? Libiërs of zo. De politie is onmiddellijk na de mishandeling op zoek gegaan naar de daders en heeft twee verdachten aangehouden. Een 14-jarige uit Arnhem en een 20-jarige uit Gennep. Oh, wacht eens even. Een van de mishandelde mannen is daarbij een paar tanden kwijtgeraakt. Ja, in het andere bericht stond dat hij zijn tanden was kwijtgeraakt. Dus wat is het nou? 3 tanden, 5 tanden, 7 tanden. Of is het belangrijk überhaupt? Ik zou graag willen weten welke familie het goed vindt dat hun telgen om 4 uur 's nachts op de Nelson Mandela brug tandartsje gaan spelen met homo's. Ik ben geen pro-homo of zo. Helemaal niet. Maar om nou homo's de tanden uit te knippen. Ja, dat vind ik nog een beetje geniepig hoor. Gaat mij te ver. De rest ga ik dan nog een keer even voorlezen. Maar dit is dus. Is dit nou waar? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat is hier nou werkelijk aan de hand geweest? En waarom weet de politie voor de zoveelste keer
nadat ze de filmrolletjes van Srebrenica ook al kwijt waren geweest. En mannen als Schatwald, jongetje is weg, wat maakt het uit? Maar waarom weet de politie helemaal niks? Die waren te druk met het uitschrijven van parkeerbonnen. Waarom loopt iemand met een betonschaar om 4 uur 's nachts op de Nelson Mandela brug? Ik ben helemaal geen fan van Nelson Mandela, want dat is een ongelofelijke... Die zong dan altijd van... Vermoord de boeren, vermoord de boeren, stamp de boeren naar de dood. Vermoord de boeren, want alle boeren moeten dood. Dat was Nelson Mandela. Dus ik ben er geen fan van. Want, wacht even, het aantal tanden is ook bekend. 4 voortanden... En deels een 5e tand. Maar was dat die 5e dan? Ja, 4 voortanden. En zijn lip is inmiddels gehecht in het ziekenhuis. Maar de tanden zijn een groter probleem en moeten opnieuw gezet worden. We moeten zo al naar een spoedtandarts. Ah. Tegen al jullie mannen die dus hand in hand over de Nelson Mandela brug willen gaan lopen. Ja, je moet even rekening houden dat als je dus je tanden kwijtraakt, ja, de politie gaat alleen maar... Je staat zo letterlijk. Helaas had een van de gasten dus blijkbaar een betonschaar bij zich. Helaas had een van de gasten dus blijkbaar een betonschaar bij zich. Denk even na over het Nederlands. Hier had gewoon kunnen staan. Eén van hen had een betonschaar. En wat doet een betonschaar om 4 uur 's nachts op de Nelson Mandela brug te Arnhem? Of in Arnhem? Dat is mijn enige vraag. En niet alleen van mij, maar ook een beetje van iedereen die dit hier kennis van genomen heeft. Dus dan even terug naar dat hand in hand lopen als mannetje. Gewoon lekker mannetje, net als balletje. En zo'n balletje over de Nelson Mandela brug. Ja, hou er goed rekening mee. Dat niet iedereen het op prijs stelt. Dat is gewoon zo. En als je dan aangepakt wordt, dan is het enige wat je dan krijgt, dat is bullcrap op het internet. En de politie, ja, die doet helemaal niks. Of dacht jij van wel? Nou, dit was een mooie uitzending van nummertje 100 en hoeveel ook alweer? Nummertje 187. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.